Hallo, fijn dat je er bent. Ik ben juf Johanna en ik bied ondersteuning Engels voor het voortgezet onderwijs. Welkom bij dit eerste filmpje met uitleg over bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. In het Engels adjectives and adverbs. Voor deze uitleg maak ik gebruik van een PDF-document. Je vindt een link naar dit PDF-document in de omschrijving onder dit filmpje. Ik raad je aan dat document even te downloaden en te printen, zodat je mee kunt lezen, aantekeningen kunt maken en de oefeningen kunt doen. Pauzeer het filmpje nu even om het document te downloaden en het af te drukken. Dan kun je het beste met je rechtse muisknop op de link klikken en dan in een andere tab het document openen. Want anders dan schiet je beeld weg en dan moet je het straks weer allemaal opnieuw oproepen. Als je het dan naast je hebt liggen, met je pen in de aanslag, dan klik je weer op play en dan kunnen we beginnen. Goed? Doe dat nu even. Dan roep ik intussen hetzelfde document in het scherm op. Oké, ben je daar weer? Dan gaan we beginnen. Lees maar mee. Adjectives and adverbs. Het eerste van twee filmpjes, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Eerst adjective. Bijvoorbeeld woordjes als nice, quick, careful, bad, perfect. Die ben je vast wel eens tegengekomen. Je kunt vragen wat voor of wat. Kijk maar naar de volgende gevallen. Een eerste geval. Een adjective zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Voorbeeld 1. It was a nice day. Wat voor dag was het? Nice. It was a nice hot day. Wat voor dag was het? Nice and hot. Tweede voorbeeld. Hugh was wearing black gloves. Wat voor handschoenen? Zwarte, black. Hugh was wearing black leather gloves. Wat voor handschoenen? Zwarte, leren handschoenen. Number 3. We paid her a quick visit. Wat voor bezoekje legden we af? Een snel bezoekje, a quick visit. We paid her a quick surprise visit. Een verrassingsbezoekje. In Nederlands is dat dan één woord, een verrassingsbezoek. In Engels is het dan a surprise visit, als een bijvoeglijk naamwoord. A quick surprise visit. Dus die beide woorden, zowel quick als surprise, die zeggen iets van visit. Bij dit voorbeeld, black en ook leather, zeggen iets van gloves. A nice hot day, nice zegt iets van day en hot zegt iets van day. Het tweede geval. Een adjective zegt iets over het onderwerp van de zin. Over het onderwerp van de zin bij de koppelwerkwoorden be, become, get, seem en turn. En bij werkwoorden die over zintuigen gaan. Zoals look, feel, sound, taste en smell. Nou, klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar kijk maar even naar de voorbeelden. Dus in deze gevallen, deze voorbeelden zegt het bijvoeglijk naamwoord niet iets van een zelfstandig naamwoord, wat waar het naast staat, maar zegt het iets over het onderwerp. Kijk maar mee. I am happy with your answer. Happy zegt iets van I. Daarom staat het pijltje. I is het onderwerp. After 4 days on the countertop, op het aanrecht, the bread had become or had turned stale. Stale is, hoe heet het van brood? Als het na een paar dagen maar oud wordt en vies. Stale. Stale bread. Dat kun je dan eigenlijk ook zeggen. Had become. Become is een koppelwerkwoord. En stale zegt iets van bread. Had become stale. It was stale bread. Number 3. The teacher was getting impatient with the slow student. Impatient zegt iets van the teacher. En het koppelwerkwoord was getting zit hier. It was. It was getting. Getting is het hoofdwerkwoord. It was an impatient teacher, zou je ervan kunnen maken. Your parents seem nice. Nice zegt iets van parents. Met het werkwoord ertussen seem, het koppelwerkwoord seem. They are nice parents, or they seem nice parents. Pat has played 3 matches today. He feels and looks tired. Tired zegt iets van he, van Pat, van het onderwerp, van he. It is a tired boy. Tired zegt iets van boy, en dat is in ieder geval Pat.
Feels en looks, dat zijn dus de twee werkwoorden die over zintuigen gaan. En die verbinden het onderwerp met het bijvoeglijke naamwoord. Lady Gaga's new song sounds beautiful. Beautiful zegt iets van song. En dat is het onderwerp. Dus je zou kunnen zeggen a beautiful song. En sound, dat is het werkwoord wat ze verbindt. En dat staat hier in het rijtje. Want dat is een werkwoord dat over zintuigen gaat. Lady Gaga's song sounds beautiful. Bijvoeglijk naamwoord bij song. I like this restaurant. The food tastes and smells delicious. Delicious zegt iets van food. En het wordt verbonden met de werkwoorden taste en smell. En dat zijn werkwoorden die over zintuigen gaan. Dus je zou ook kunnen zeggen delicious food. En bij al deze voorbeelden kan je de vraag stellen, wat voor of wat? Oké, dan gaan we nu kijken naar adverbs. Voorbeelden van adverbs, nicely, quickly, carefully, badly, perfectly. Dan zie je dat het eigenlijk allemaal dezelfde woordjes zijn als hierboven. Nice, quick, careful, bad, perfect. Maar dan met ly erachter. En dan verandert dus de functie. Je kunt vragen hoe. Dus je vraagt niet wat of wat voor, maar je vraagt hoe. Hoe maak je hem? Nou, dat is heel makkelijk. Het adjective plus ly. Nice plus ly wordt nicely. Er zijn vier gevallen waarin we adverbs, bijwoorden, gebruiken. Het eerste geval. Een adverb zegt iets over een werkwoord. Voorbeelden. She always speaks quietly. Quietly zegt iets van de manier waarop ze spreekt. Je kunt vragen hoe. Hoe spreekt ze? Quietly. Op het moment dat je hoe kunt vragen en antwoorden, moet je er li achter zetten. Dat moet je onthouden. Volgende voorbeeld. The team played badly in the second half. Hoe speelden ze? Badly. The team played badly. Badly zegt iets van played. Come quickly, I want to show you something. Hoe moet je komen? Snel. Quickly. Come quickly, I want to show you something. Volgende geval. Een adverb zegt iets over een bijvoeglijk naamwoord. Oh, dan zie je dat het pijltje moet eigenlijk daar staan. In deze kant, maar aan die kant. The trip was really cheap. Really zegt iets van cheap. My cousin is a terribly boring person. Terribly zegt iets van boring. Hoe saai? Vreselijk saai. Hoe goedkoop? Heel goedkoop. Ook hier kan je weer hoe vragen. Your conclusion is completely wrong. Hoe fout? Helemaal fout. Completely wrong. Nou, dan gaan we nu kijken of je dit inmiddels begrepen hebt. Dus de gevallen van de bijvoeglijk naamwoord, dat iets zegt van een zelfstandig naamwoord, of via een koppelwerkwoord verbonden is met het onderwerp. En de adverb, dat is gewoon het korte woordje met li erachter. En dat zegt iets van een werkwoord, of iets van een bijvoeglijk naamwoord. En dan kun je vragen hoe. Ik ga vier vragen stellen. En na elke vraag poseer ik even om jou in de gelegenheid te stellen het antwoord hardop te zeggen. Geef hardop het antwoord. Dan luister je naar het antwoord wat ik zeg. En dan zeg je het na. Dan zeg ik het nog eens. En dan zeg je het nog eens na. En door dat nazeggen slijt het er een beetje in. En dan wordt het makkelijker om het te onthouden. Oké, daar gaat hij. De eerste vraag. De eerste opdracht. Zeg dat je het een vreemd verhaal vindt. I think it is a strange story. I think it is a strange story. Tweede vraag. Leg uit dat je hond enthousiast, excited, enthousiast wordt als je zijn riem oppakt. Een riem is leash in het Engels. Dus leg uit dat je hond enthousiast wordt als je zijn riem oppakt. My dog gets excited when I pick up his leash. My dog gets excited when I pick up his leash. Oké, vraag 3. Zeg dat de mensen langzaam naar de uitgang liepen.
The people walked slowly towards the exit. The people walked slowly towards the exit. Vraag 4. Zeg dat ze nog lang en gelukkig leefden. They lived happily ever after. They lived happily ever after. Dat is het eind van sprookjes in het Engels. They lived happily ever after. Oké, dan gaan we nu naar de oefeningen. Scroll ik even door. Daar komt ie. 17.1. Adjectives. Maak zinnen en zet het werkwoord in de juiste vorm. Kies voor elke zin een passend adjective, bijvoeglijk naamwoord. En onderstreep de woorden waar het wat van zegt. Kijk maar even naar het voorbeeld. Dan moet je kiezen uit deze woordjes. New, bad, delicious, funny, old fashioned, big. Voorbeeld. Like Pia very much the album. Pia likes the new album very much. Album is het zelfstandige naamwoord. En het woordje nieuw wat je hier uit het rijtje gekozen hebt, dat zegt iets van album. Nou, maak nu zelf 1 tot en met 5. En elke keer zet je het bijvoegend naamwoord. Zet je maar een cirkel om, dan schrijf je iets dikker. En je zet een streepje onder het zelfstandige naamwoord. En als je klaar bent, druk je weer op play en dan kijken we samen naar. Oké, daar gaat hij. TV shows my grandma like. Oké, het onderwerp is my grandma. Dus daar beginnen we mee. My grandma likes, daar komt een S achter, likes TV shows. Oké, dan moeten we een woord vinden wat iets zegt van TV shows. Een keuze maken uit die daarboven. Bad, delicious, funny. Oh, dat zal wel funny zijn. My grandma likes funny TV shows. Nou, en nu zien we dat. Funny is het bijvoeglijk naamwoord. En dan kan ik dat dik breed maken hier. Nee, dat gaat niet. Oké. En TV shows moet je onderstrepen. Oh, ik kan het zo doen. Die doen we zo. En TV shows. Nee, dat doe ik niet. Oké, nou, ik zal het wel zeggen. TV shows moet je onderstrepen. Oké, daar gaat hij. Nummer 2. Be in the park upon there. There, daar begint het mee. There. Nou, hij snapt het niet. Hij snapt niet wat ik wil. Oké, of ik doe het fout. Maar hier gaat hij dan. Deze. Dan moet hij toch doen, zou ik zeggen. There and be. There is a pond in the park. Maar wat voor pond? Wat voor? Bijvoorbeeld naamwoord. There is a big pond in the park. The meat turned in the fridge. Oké, wat is er met het vlees gebeurd in de ijskast? Het is helemaal slecht geworden, het vlees. Niet meer om te eten. Oké, the meat turned bad in the fridge. Or the meat in the fridge turned bad. Want turned is het koppelwerkwoord. En dan zegt, dus bad zegt iets van meat. Bijvoeglijk naamwoord. Oké, de volgende, nummer 4. In the castle look the furniture. Oké, we beginnen met the furniture. The furniture. In the castle. En hoe zag het eruit? Look is zo'n woordje dat van de zintuigen. Dus het verbindt het onderwerp met het woordje wat nu komt. The furniture in the castle looked. En dan, wat blijft er dan nog over? Bijvoorbeeld old fashioned. Looked old fashioned. En old fashioned is dan het woord wat je dik drukt, old fashioned. En het zegt iets van the furniture in the castle. En het woord looked heeft die twee verbonden. Je zou kunnen zeggen old fashioned furniture. Wat voor meubelen old fashioned? Dan nummer 5.
his parfum. En dan moet je iets vinden hoe dat ruikt. Ook hier weer snel is. Een werkwoord met zintuigen, dus dat verbindt het onderwerp. This perfume smells. En het smells verbindt het onderwerp met het bijvoeglijk naamwoord. En dan blijft het over delicious. This perfume smells delicious. Oké, nou gaan we naar de nummer 2. Lees eerst de inleiding eventjes. Adjectives en adverbs. Kies het juiste woord en onderstreep de woorden waar het wat van zegt of waar het bij hoort. Wat voor is een adjective en who is een adverb? Voorbeeld. The mystery was easy to solve. Je ziet hier het werkwoord was. En was is een koppelwerkwoord. En dat verbindt het dus het bijvoeglijk naamwoord aan het onderwerp. It was an easy mystery. The mystery was easy. Maak 1 tot en met 7 zelf. En als je klaar bent, dan gaan we samen nakijken. Dus pauzeer het filmpje nu eventjes om het te maken zelf. Oké, okay, ben je klaar? Daar gaat ie. It was a bad, badly performance, was it it? Oké, okay, waar moeten we naar kijken? We moeten zien of waar deze woorden wat van zeggen. Dit is het woord waar ze wat van zeggen. Performance. Performance. En dat is een zelfstandig naamwoord. En je kunt zeggen, wat voor voorstelling was het? A bad performance. Dus nu kunnen we deze onderstrepen. A bad performance. Hier zegt het wat van. Nummer 2. Last Christmas was... Dum moet weg. Kun je dat uitgummen? Nou, kun je niet uitgummen. Dum moet weg. Last Christmas was... En wat? Was is het koppelwerkwoord. En dan wordt... Perfectly wordt verbonden met last Christmas. A perfect Christmas. Dus het is een bijvoeglijk naamwoord. Dus dan maak je ervan perfect. Was perfect. Last Christmas, daar zegt het iets van. Was perfect. Nummer 3. The furniture was upholstered, bedekt, hè, van wat je van meubelen zegt. The furniture was upholstered in absolutely, awfully patterns. Oké. Okay. Dit is het zelfstandig naamwoord, waar het een en ander van gezegd wordt. Een woord dat iets van een zelfstandig naamwoord zegt, dat is een bijvoeglijk naamwoord. Dus dat wordt een awful. Awful patterns. En dan komt er een woord voor dat iets zegt van hoe verschrikkelijk, hoe lelijk het wel niet was. Absoluut lelijk. Hè? In Nederland zeg je ontzettend, zeggen we eerder, of helemaal lelijk. En in het Engels kan je zeggen, absolutely awful, want het zegt iets van een bijvoeglijk naamwoord. Dus dan wordt het een absolutely. The furniture was upholstered in absolutely awful patterns. Awful zegt iets van patterns, absolutely zegt iets van awful. Nummer 4. When we had passed the border, de grens, a road stretched out before us. Road is het zelfstandig naamwoord. En narrow of narrowly zegt dus iets van een zelfstandig naamwoord. Dus dan is het bijvoeglijk. En dan gebruik je niet wat voor weg. Een smalle weg. Een narrow road. Number 5. She cried bitterly after hearing the sad news. Hoe huilde ze? Bitterly. Ja, want cried. Daar zegt het iets van het werkwoord. Dus dan moet je een bijwoord kiezen. She cried bitterly after hearing the sad news. The boys usually, when they get together, the boys usually play. Hoe spelen ze? Zegt allemaal iets van hoe ze spelen. Enthousiast. En dan is het dus een bijwoord, want het zegt iets van het werkwoord. Excitedly or enthusiastically when they get together. Nummer 7. Be and don't trip. Be is het koppelwerkwoord. En het verzwegen onderwerp, het onderwerp wat er niet in staat, maar wat je erbij moet denken, dan ben je zelf. Hè? Want iemand zegt het tegen jou. Dus dat verbindt het onderwerp, wat het verzwegen onderwerp, met het bijvoeglijk naamwoord. Be careful. Be careful. En het gaat dus over you, hè? Degene aan wie dit gezegd wordt.
Be careful and don't trip. 17.3. Adjectives and adverbs. Maak zinnen en zet het werkwoord in de juiste vorm. Kies voor elke zin een adjective of een adverb en onderstreep de woorden waar het wat van zegt. Voorbeeld, walk quickly, Kevin. Kevin walks quickly. Hoe loopt hij? Snel. Dus quickly zegt iets van het werkwoord en dan moet je dus lie achter zeggen en dan is het een bijwoord. Maak 1 tot en met 3 zelf en zet even het filmpje op pauze en dan als je het ingevuld hebt, zet je het weer aan en dan kijken we samen naar. Oké, ben je klaar? Daar gaan we. The clients wait for their turn, patient or patiently. The clients, daar begint het mee. Dat is het onderwerp. Dan zetten we het in het verleden. The client. Waarom doet hij het nou niet? Oh ja, dat doet hij nog aanstaan. Oké, zo, sorry. Ja. The clients. En we zetten het in het verleden. Were waiting for their turn. En hoe wachten ze? Waiting zegt het iets van. Patiently. Je mag ook zeggen, the clients were patiently waiting for their turn. Mag ook. The clients were waiting for their turn patiently. The clients were patiently waiting for their turn. Want patiently zegt iets van de manier waarop ze aan het wachten waren. Nou, dat doet hij dus weer niet. Ik weet ook niet waarom, maar oké. Dan nummer 2. Have hilariously Phil and Peter time together. Oké, we beginnen met Phil and Peter, het onderwerp. Phil and Peter. We pakken weer de verleden tijd. De gewone verleden tijd, de simpel had. En wat voor tijd hadden ze samen? A hilarious time together. Hilarious zegt iets van time en time is een zelfstandig naamwoord. Phil and Peter had a hilarious time together. Dan 3. With broadly strokes, the artist painted his picture. Oké. The artist, daar beginnen we mee. The artist. Verleden tijd gebruiken is het makkelijkste met dit soort dingen. Painted his picture. En nu komt het. With broadly strokes or with broad strokes? Het gaat schilderd met brede strepen. Strepen is. Of met vegen, hoe zeg je dat in Nederlands? Hoe iets strijkt. In elk geval, strokes is het zelfstandig naamwoord. En broad of broadly zegt iets van strokes. En een woord wat iets zegt van een zelfstandig naamwoord is een bijvoeglijk naamwoord. Dus heb je geen lie nodig. Je kunt vragen met wat voor, what type of strokes? With broad strokes. Oké, dat was het voor dit eerste filmpje. Van 2 filmpjes over bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden. Het tweede filmpje gaat over nog 2 andere gevallen waarin je bijwoorden gebruikt en over de uitzondering. Voor nu, bedankt voor het meedoen en tot ziens. Dag!